Iwan, dankjewel. Luisteraars, goedenavond en welkom bij deze aflevering van Wel Geïnformeerd. Owen Venlo, welkom. Ja, hoi luisteraars. Ja, Owen, we beginnen gelijk, want we hebben het een en ander nog moeten voorbereiden. We gaan nu praten met de heer Rajan Kishun Singh in Paramaribo. Zoals je weet is de heer Kishun Singh reeds enige decennia bezig met het realiseren van een kiesstelsel, kiesregeling beter gezegd, wat democratischer en eerlijker is. Als het goed is, is meneer Kishun Singh nu aan de lijn in Suriname. Goedemiddag, meneer Kishun Singh. Nou, goedemiddag ook bij jullie. Of is het goedenavond intussen? Nee, nog geen avond. Ja, nou ja. Ja, het is de overgang, hè, de overgang. Ja, de zon schijnt, maar het is wel avond. Ja, inderdaad. Maar goed, meneer Kishun Singh, ik zei het reeds in mijn inleiding. U bent een verkiezingsdeskundige. U bent reeds enige decennia in de weer met het realiseren van een kiesstelsel dat eerlijker en democratischer is. Afgelopen twee weken hebben wij gezien dat een groot aantal politieke partijen in Suriname een voorstel hebben ingediend. Maar er zijn ook partijen die niet zijn vertegenwoordigd in de DNA. Die hebben ook een voorstel ingediend. En u was erbij, zagen wij afgelopen week. Ja, ja. En wat behelst het voorstel dat u en uw kompanen hebben ingediend? Ja, nou om het heel duidelijk te stellen. Ja. Ik was aanwezig in een constellatie van inderdaad niet buitenparlementaire politieke partijen en burgers. Dus er waren een aantal partijen bij elkaar, die hebben we over bij elkaar gestoken, om te zeggen, om te vragen naar, in feite, dus dat ook zij gehoord zouden moeten worden. Dus men heeft consultaties gehouden met allerlei mensen, zo stellen benoemde deskundigen, echte deskundigen ook nog. En de politieke partijen die niet vertegenwoordigd zijn in het parlement, die zijn niet gevraagd, ja, om een mening te geven. Mm-hmm. En in dat kader hebben zij dan een bezoek gebracht, ik was ook erbij als onafhankelijke burger, aan de voorzitter van de Nationale Assemblée om aan te geven dat ook zij gehoord willen worden, dat wij ook wij gehoord willen worden en dat wij ook een voorstel zullen indienen betreffende dus de wijziging van het kiesreglement. En dat ging zo gaan in de richting van algehele landelijke evenredigheid. Ja, en daarvoor staan wij. Ja, en u heeft het ook gezien, hè? Want ja, u zit dicht bij het vuur. De andere partijen hebben ook een voorstel ingediend. Heeft u kennis genomen van de inhoud van die voorstellen? Ja, die heb ik ook allemaal gezien. En heet van de naald is dat er waarschijnlijk volgende week nog een voorstel ingediend zal worden. Dat is daar net in het programma wel in gerichte kringen bij ABC door een van de panelleden aangegeven. Dus het zal de komende weken, denk ik, zal het heel interessant worden op dit vlak. Ja, want u heeft net gezegd, u zelf bent voorstander van een landelijke evenredigheid. Dat wil zeggen dat er geen zetels worden verdeeld over districten. Ja. Maar we hebben gezien dat in de voorstellen die tot nu toe zijn ingediend, behalve dat van de VHP, er wel zetels worden verdeeld per district. Ja, kijk, iedereen wanneer men denkt aan kiesregelen en de wijziging daarvan, zijn de politieke partijen meestal eerst geneigd om na te rekenen van wat zal dit voor mij als partij inhouden, wat zal ik winnen, wat zal ik verliezen. Ja? Bij mij persoonlijk heb ik dus een stuk geschreven en in april gepubliceerd. Bij mij gaat het primair erom dat er gelijkheid moet zijn onder burgers. Geen enkele burger, of je nou op basis van godsdienst, etniciteit of woonplaats of waar dan ook, ja, mag belangrijker zijn dan de ander. En dat is conform de bepaling in artikel 8 van ons grondwet. Dat we allemaal gelijke wezens zijn. Trouwens, de historie van de mens is
dat men altijd gestreefd heeft naar meer invloed en meer zeggenschap en in feite naar gelijkheid en gelijke behandeling van burgers. Daarom zijn koninkrijken overal gesneuveld. Absolute monarchieën zijn gesneuveld. Mm-hmm. Alleen hier en daar heb je nog het een en ander en dat vertonen van alleenheersers. Maar Suriname is sinds vorige week toch ook een koninkrijk? Nee, Suriname is een koninkrijk. Nee. Het is een circus een beetje geworden in bepaalde kring. Nee, ja, en zijn die voorstellen die tot nu zijn ingeleverd, behoudens het voorstel van de VHP, zijn die voorstellen in overeenstemming met wat het constitutioneel hof heeft bepaald? Namelijk, nou, alleen dat van de VHP is wat mij betreft in lijn. En daar staan wij dus ook achter, omdat dat ook ons idee is. Maar, nou ja, laat me dat daarover even dus niet uitweiden. Nee. Over andere maatregelen getroffen moeten worden. Alleen die dus is dat in, in het verlengde van datgene wat het constitutioneel hof heeft beslist. Maar dan is de vraag... De drie andere voorstellen... Ja. Die zijn absoluut niet in lijn. Absoluut niet maar in lijn. Maar waarom dienen ze dat in dan? Ze weten toch dat het niet in lijn is met wat het hof heeft gezegd? Ja, maar ze maken allerlei vreemde berekeningen en praten over afwijkingen van 8% en 10% die in feite dus toegestaan zouden moeten zijn. Maar daar gaat het absoluut niet om. Kijk, je kan nooit inderdaad rekenkundig echt komen tot een gelijkheid, maar in bepaalde gevallen wel. Een systeem van landelijke evenredigheid heb je dat wel. Er zal wel kleine afwijkingen op een gegeven moment, maar die zijn echt wel miniem. Om te zeggen van dat het een vertekend beeld zou kunnen geven. Ja, en de groeperingen met wie u geweest bent vorige week, die komen binnenkort ook met een voorstel, hè? En... Nee, we hebben besloten om niet meer met een voorstel te komen, omdat dat van de VHP, dus landelijke evenredigheid, dus de lading was volledig dekt. Ja. Trouwens, wanneer jij als buitenparlementaire persoon of organisatie of wat dan ook, of een samenwerking, een voorstel heeft, dan moet dat ingediend worden en wordt pas in feite officieel een voorstel wanneer een zittende DNA-lid dat kan accorderen. Ja, ja. En we zijn niet zo ver gekomen dat we iemand nog zo hebben benaderd zelfs, om dat te doen, en totdat het VHP ermee kwam. Maar ik moet wel aangeven, en dat heeft de heer Charman ook gezegd, dat ze contact hadden met buitenparlementaire organisaties. Ja, ja. En dat klopt ook wel, hoor. Ja. Er is overleg geweest met de heer Charman hierover. Ja, en, maar moet het niet zo zijn dat ook de regering met een voorstel moet komen, een wetsvoorstel? Ja, dus het is een ander mooi ding ook natuurlijk, omdat men verwacht dat de regering voor de hand liggend is dat de regering met een voorstel komt. En op basis van het vonnis heeft toen de president dus toen een commissie ingesteld, commissie Limapo, om ik weet niet precies wat de taakstelling was, of ze met een voorstel moesten komen. Ja, studiegroep. Ja, ze zijn met een voorstel gekomen, maar ze hebben het is niet in wetsvorm gegoten. Hè? Nee. En daarvoor heeft hij toen een andere commissie, een ambtelijke commissie benoemd, om de voorbereiding daar te treffen, onder leiding van de heer Munsi, hè? Ja. Directeur op zijn kabinet. Dat zullen we zien hoe dat gebeurt, of de regering dat nog doet, want nu heeft de mevrouw Van Dijk Silos, die ook een voorstel had ingediend, maar dus door geen enkele DNA-lid is geaccordeerd en dus niet de status heeft van een officiële voorstel, heeft aangekondigd om de regering en de president en meneer B. ook naar de rechter te
te dwingen. Zodat de rechter dus een uitspraak doet daarover. En dat, dat ze bevolen worden om het tenminste een voorstel in te dienen. Ja, en binnen een bepaalde tijd ook, hè? Ja, precies. En ja, dat zal, nou, zullen we even uitkijken hoe dat allemaal uitpakt, hè? Ja. Maar hoe moet het nu verder, meneer Kissensing? Want we horen van allerlei kanten dat, dat er sprake zou zijn van tijdsnood. Want al die wetten en regelingen, er zijn procedures die gevolgd moeten worden. En de regering zou het niet redden voor de verkiezingen van 2025. Want de gronden moeten ook nog gewijzigd worden en dergelijke. Hoe zit dat? Ja, wat mij betreft is voldoende tijd. Ja. En maar men moet wel willen aanpakken. En heeft u de indruk dat de regering het niet wil aanpakken? Ja, ze zullen het wel aanpakken. Okay. Lijkt mij wel dat er voldoende ernst is. Ik heb vandaag nog ook wat overleg gehad, of althans discussies of informatieuitwisseling met mensen die een beetje aan de VHP-zijde staan. Ja. En dat zij ook vrij ernstig zijn in het een en ander. Ja, ja. En u gaat ervan uit dat het lukt, maar de vraag is natuurlijk, wat voor stelsel zal er uit de bus komen? Want iedereen dient maar in, iedereen heeft zijn eigen voorstel. Ja. Wat moeten we verwachten hiervan, meneer Kissensing? Nou, laten we ook even kijken welk voorstel. Je hebt een voorstel van de NDP, je hebt een voorstel van de ABOP. Ja. En je hebt een voorstel van de VHP op dit moment. Ja. Ja? Mocht er nog iemand bij komen wat gesecondeerd wordt dus, door een DNA-lid, daar hebben we vier. Dat betekent, we moeten als eerste gaan we zitten uitrekenen. Stel, dit wordt in stemming gebracht. Het wordt officieel ingediend ter behandeling. En het wordt in stemming gebracht. En welke kan een 2/3 meerderheid halen? Want die voorstellen bijten elkaar in grote mate. Ja. Dus de een voorstel van de VHP bijt de andere helemaal. De andere voorstellen die komen een beetje met elkaar overeen. Van de NDP en van ABOP, omdat ze denken aan een groene herverdeling. Ja, ze noemen het ook een geactualiseerde versie. Ja, precies. Maar dat heeft het constitutioneel hof niet besloten. Nee. Maar het constitutioneel hof kan in deze fase niks doen. Dus het parlement heeft het alleen recht. En meneer Venlo luistert natuurlijk net ook. Meneer Venlo had een paar, ik denk een jaar geleden nog erover gesproken, bijna een jaar geleden. Dat hoe dan ook de DNA het alleen recht heeft om te wijzigen. Owen? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. En dat gaat dus nu spelen, dus. Ja. Dus het kan dus dat een voorstel goedgekeurd wordt, dat er niet de overeenstemming is met het besluit van het constitutioneel hof, omdat dat hoe dan ook, ook al zeg het is bindend of wat dan ook, maar je kan het verder niet effectueren of je kan niet sanctioneren. Ja, dat is een probleem. Maar kijk, dat is ook een van de redenen waarom ik niet begrijp dat president Santokki geen regie genomen heeft in deze affaire. Om te beginnen hebben we een discussie gehad aan het karakter van de uitspraak van het Hof. Ik zeg het is een advies. Sommigen zeggen, nee, het is bindend, het is onverbindend verklaard. Kan niet. Want het constitutionele hof heeft niet de bevoegdheid om wetgeving of rechtspraak te doen. Dat staat in de wet op het constitutioneel hof. Maar goed, los daarvan is er een praktisch probleem. Namelijk, de tijd die er is tussen het moment van het advies van het hof en de verkiezingen, 25, is veel te kort. Als je op een wijze zoals het hoort, verandering in een kiesstelsel wil aanbrengen. Nou heb ik een tweede punt kritiek op het ontbreken van regie door de president. Mm-hmm. En dat is het volgende.
zowel in het advies van het Constitutioneel Hof als in het advies van Limapo staat er één zin. En die zin luidt: er is meer nodig dat veranderd moet worden dan alleen het aspect evenredige vertegenwoordiging. Om een eigentijds kiesstelsel te hebben. President Santokki had moeten zeggen: oh, ik wil even weten wat zou nog meer aan de orde moeten komen naast het aspect evenredige vertegenwoordiging. Heeft hij niet gedaan. Helemaal niet. En het gevolg is dat eigenlijk weet niemand hoe procedureel en inhoudelijk dit verder zal gaan en zal uitmonden. Dat is jammer. Ja, ja. Maar meneer Kiesselzink, de president heeft niet de regie genomen over de hervorming van de kiesregeling. Ja, maar dat is niet zo vreemd, omdat deze president van Suriname een bestuurlijke puinhoop heeft gemaakt, hè? Mm-hmm. Maar dat was het toch al, meneer Kiesselzink, ja. Ook op dit gebied. Oké. Okay. Ja? Dus met commissies en zaken vooruitschuiven. En bij wijze van trial and error proberen te regeren, waardoor dit land nog verder is afgeglieden in armoede. Ja. Dus dat verbaast mij niet. Maar in mijn voorstel zelf, mijn persoonlijk voorstel die ik in april heb gepubliceerd, geef ik aan dat we de resortraden maar moeten opdoeken. Ja. En dat we decentralisatie werkelijk moeten invoeren door districtbesturen te laten verkiezen in de districten, ze budgetten toekennen, dat ze de bevoegdheid krijgen om bepaalde eigen belastingen te heffen, en ook dat ze ook uit de nationale belastingopbrengsten bepaalde budgetten toegewezen krijgen om districtontwikkeling ter hand te nemen. En dan moeten deze mensen die gekozen worden tot de districtraden, die hebben het recht van amendementen, het controleren van nationale ontwikkelingsplannen. Nationale ontwikkelingsplannen moeten in overeenstemming gebracht worden, daaruit afgeleid worden, de districtontwikkelingsplannen en dat soort zaken, waar de betrokkenheid van de bevolking creëert. Ja, dat werkelijk betrokkenheid. Maar ik heb ook gepleit voor nog meer andere dingen, met name ook dat je onafhankelijke kandidaten de ruimte moet kunnen geven om zich te laten verkiezen. Maar nu moet alles via een vereniging gaan, via een politieke partij. Maar een onafhankelijke burger die vindt dat die bepaalde zaken, dat die ook vertegenwoordiger van het volk wil worden, maar geen deel wil uitmaken van politieke kartels of van partijpolitieke of economische kartels die in de politiek opereren. Ja. Dus die mensen moeten ook de gelegenheid kunnen krijgen. Ja, okay. Ja precies. En er is nog één meer tijd. Even onder de aandacht wil brengen, en dat is het volgende. Kijk, de afgelopen 80 jaar hebben we in Suriname een heleboel exploitatie van zelfstoffen gehad, rijkdommen, bauxiet, hout, goud, landbouw, bosbouw, oké. Die rijkdommen zijn niet eerlijk verdeeld over het hele land. Er is een tijd geweest waarin dit systeem, wat we tot nu toe gehad hebben, de traditionele politieke partijen aan de macht waren. Ze hebben het niet eerlijk democratisch gedaan. Nou komt er aan een gigantische rijkdom. Olie en gas. Ik had zo gehoopt dat president Santokki die regie genomen had met één doel. De olie- en gasinkomsten moeten aan het hele land, alle districten, merkbaar voor de mensen ten goede komen. Heeft hij niet gedaan. Dan kan ik nu al vertellen dat ook de olie- en gasinkomsten alleen naar een klein groepje zal gaan in een beperkt gebied. Paramaribo, misschien Nikeri en Mungo, verder niet.
En daarmee tenslotte mijn conclusie. Net als premier Rutte in Nederland, creëert president Santokki in Suriname een gigantische tijdbom. Ja. Want de inheemsen en de tribalen gaan dit niet langer pikken. Oké, okay, maar even over het kiesstelsel, meneer Kisun Singh. U heeft een club gelanceerd, hè? Afgelopen week. Nee, dat is iemand anders uit de samenwerkingsgroep. Laten we zeggen, we staan allemaal erachter. Ja, en het is een club in alle talen die er in de Republiek gesproken wordt. Wat zei je? In alle talen die er gesproken wordt in Suriname. Ja, het zijn meerdere talen. Ja, dat geloof ik. En even voor over het parlement. U zei net dat het parlement beslist welk stelsel er wordt aangenomen. Acht u het mogelijk dat er een stelsel wordt aangenomen dat in feite een bevestiging is van wat we nu hebben, alleen in een herverdeling van de toegekende zetels van de districten? Nou, ik denk dat in het ergste geval, waar indien de partijen geen overeenstemming met elkaar kunnen bereiken, ja, dat we nog even hiermee verder gaan. Met het huidige stelsel. Maar dat is een heel erg extreem geval. Da? Want de verkiezingen zullen sowieso doorgaan. Daar heb ik wel geloof in. Niemand op 25, ja. Niemand wil langer aanzitten. En niemand wil toestaan dat deze regering nog langer aanzit dan. Begrijp je? Dat is één. Ja. Twee is, wanneer we gaan kijken naar, stel die dingen worden in stemming gebracht. Ja. Alles moet een 2/3 meerderheid kunnen halen. Dus wanneer de NDP en ABBA met de voorstellen bij elkaar komen en met een compromis komen, tot een compromis komen, dan halen ze geen 2/3 meerderheid om dat goedgekeurd te krijgen. Nee. Ja? Ja. Dus de VHP, wanneer zij hun voorstel indienen, dan brengen zij 20 van hun zetels in en 3 van de NPS, want nu is de NPS een beetje wakker geworden en zeggen van ze zijn voor landelijke evenredigheid. Eerst waren ze voor het voorstel van Limapo. Met vaste voetzetels in districten. Ja. Dus ik ben heel verschrikkelijk blij dat men wakker is geworden bij de NPS. Dus hij komt op 23 zetels. En de BEP is ook uitgesproken voor landelijke evenredigheid. Dus dat komt op 24. Dus je kan het ook niet goedkeuren. Hey. Wat moet je dan doen? Ja, daar zit er toch sprake van een impasse. Ja. Ja, precies. Oké. Okay. President. Dus gaat men onderling met elkaar moeten gaan praten. Ik verwacht dat de komende 2 weken er lange uren gemaakt zullen worden. Tot diep in de nacht zullen allerlei vormen van overleg plaatsvinden. In kleine kamertjes en waar de pers en andere mensen geen toegang hebben, dat klopt, we zullen precies horen. Dat is één mogelijkheid waarbij men zegt van oké, dan laten we dat de eis vallen van dat veroordeelden niet verkozen kunnen worden. En dan kan je plotseling inderdaad een situatie krijgen dat men zegt akkoord, dan gaan we akkoord met die landelijke evenredigheid. Oké. Nee, maar en een ander ding, om het even af te maken, dat plaatje. De VHP kan zeggen van, ik weet het niet, maar misschien moeten we naar de VVV met een voorstel. Of het daar goedgekeurd kan worden, maar ik weet niet of de wetgeving dat allemaal toestaat. Ik ben gisteren tot die conclusie gekomen dat onderzocht moet worden. Een ander ding is natuurlijk, kijk, het kiesstelsel is zo ingrijpend, ja, in de VVV, dus hier de VHP, dus de meerderheid, hè? Ja. En dat is gewoon een meerderheid. Dus zij staan wat dat betreft de kaarten heel sterk. Maar een andere mogelijkheid is natuurlijk van het parlement zegt van oké, we besluiten het voor te leggen middels een referendum aan de bevolking van Suriname. Want de vorige kiesregeling, deel uitmakende van de grondwet van 1987, ja, is door het volk gekozen, toch? Ja. Goedgekeurd. Dus toen een referendum uitgeschreven. Ja, precies. Dus ook met zo'n kiesysteem, zo'n watershed
moment is in de samenleving, dan kan ook besluiten om een volksraadspleging te plegen. En daarvoor hoef je niet een verkiezingsachtige campagne op te zetten. Maar je kan op een heel makkelijke manier in deze digitale tijd daartoe komen. Ja, goed. Maar dat is ook de reden waarom ik had gehoopt dat president Santokki zou hebben gezegd, de verkiezingen 2030 volgens het nieuwe stelsel, en dan gaan we tussen nu en dan op een democratische manier met de bevolking en de functionele groepen in het land dat stelsel doorlichten en een nieuw stelsel, gefaseerd eventueel, invoeren. Dat bedoel ik met regie houden en sturen. Ja, ja. Ten slotte, gelet op de tijd, laatste vraag aan meneer Kisun Singh. Stel dat er een regeling uit de bus komt waarbij er weer sprake is van een verdeling van zetels over districten. Dan is het toch, ligt het toch voor de hand dat er weer iemand naar het hof stapt om een oordeel te vragen? Dat klopt. Ja. Dat klopt, maar het lijkt alsof de politieke partijen die die voorstellen indienen in een soort van struggle komen met het constitutioneel hof ook. Hè? Dus daarop lijkt het. Van hoe dan ook, het moet beslist worden, dus een model van verkiezing in het parlement. Ja. En dat van het CH, dat is maar een advies. Die ik niet per se hoef te volgen, want ik ben de legale vertegenwoordiger van de varkensruur. Nee, precies. En dus dat betekent inderdaad wat mensen al vanaf het begin hebben gezegd. Surinaamse politici hebben niet het landsbelang voor ogen, maar het partijbelang. En ze zetten alles naar hun hand. Ze zetten wetten naar hun hand. Ze zetten instituties naar hun hand. En ze doen datgene wat goed is voor de eigen partij. Dat klopt. Want ook toen de commissie Limapo een presentatie hield bij de NPS, hebben ze alles doorgerekend van hoe zouden de partijen scoren onder gelijkblijvende omstandigheden op basis van de verkiezingen van 2020. Ja, ja. En dan zag je dat ook, dat verschil ook van wie zouden verliezen, wie zouden winnen. Ja. De NPS zou eventueel kunnen winnen. Maar de VHP zou in feite op hetzelfde niveau blijven. Ja, ja. Goed. Goed. Ja. We moeten echt een punt zetten achter het gesprek, meneer Kisun Singh. Ja, ja. Wellicht een andere keer komen we weer hierop terug. Ja. Goed dan. Bedankt voor het bellen dan. Ja. Okay. Dank u en een goede zondag verder. Ja, dank u wel. Ja, oké. Okay, ja. Ja, Owen, dat was de heer Rajan Kisun Singh vanuit Paramaribo, verkiezingsdeskundige. En het wordt nog een hele klus om het een en ander te realiseren. En de vraag is natuurlijk wat het resultaat zal zijn. Het gaat niet lukken, kan ik je nu al zeggen. En Santokki heeft de leiding niet genomen. Hij kan het alsnog doen door te zeggen, verkiezingen 2030 volgens een nieuw stelsel. Aan dat nieuwe stelsel gaan wij nu met elkaar en de bevolking werken. Dat is eerlijk en waar het niemand over praat. En eerst de grondenrechten regelen van de inheemsen en de tribalen. Ja. Dat krijg je als je dingen niet regelt. Dan gaat het opstapelen. Net als met Rutte en het tijdbom. Ja. Maar goed. We zullen het zien. En even kijken. Het was allemaal voorspelbaar, Owen, dat het... Dat het een ratatouille toe zou worden. Een rommel. Het is een kort dag. Het is een kort dag. We hadden het allemaal voorspeld. We hadden het allemaal gezegd hier in de uitzending. Dat de partijen... Het gaat ook hier absoluut niet door. Ja, ja. Hij wist, had kunnen weten en wist... Dit ga je niet redden. Ja. Nee, is goed. Goed. En... ja, de kans zit er natuurlijk in dat er weer een stelsel uit de bus komt, een regeling uit de bus komt, dat gewoon een voortzetting is van het bestaande, alleen met minder zetels voor de districten. Precies. Kijk, en dan komt mijn tweede hoofdpunt, waarvan ik zeg, dit gaat Suriname opbreken. Een kiesstelsel is een middel, is niet een doel op zich. Een kiesstelsel is een middel
om hogere doelen te bereiken, namelijk welvaart, welzijn voor alle Surinamers. Oh. Heel land. De afgelopen 80 jaar hebben wij de welvaart van bauxiet, bos, bouw, landbouw, niet over het hele land verdeeld. Die welvaart en die welzijn. Nou komen er olie en gas komt eraan. Je moet nu zorgen dat er een systeem is, niet alleen kiessysteem, maar het hele bestuurssysteem zodanig inrichten dat er garanties ingebouwd worden dat het hele land welvaart en welzijn krijgt van de olie en de gasopbrengst en de andere mijnbouwactiviteit. Niemand praat erover. De grondrechten, niet eens dat regelen ze. Dus je maakt een tijdbom in die samenleving. Die bevolking gaat het niet pikken. Ja, wat je ziet is dat Surinaamse politici hun verantwoordelijkheid ontlopen, hè? Ja. Als het moeilijke en ingewikkelde kwesties aangaat, dan zie je dat ze geen besluiten nemen. En het, precies. Maar Libasani, laat dat ding. Dat is idee. Dat zei Rutte ook. Dat zei Rutte ook hier in Nederland de afgelopen 13 jaar. En toen gingen die dingen ontploffen, die tijdbommen. En nou moest Rutte vertrekken. Ja. Nou, datzelfde gaat gebeuren met Santokki. Want de onopgeloste dingen die niet alleen Santokki, maar de vorige regeringen hebben opgestapeld, Goed. Ja. Die gaan ontploffen. Ja.